Mijn naam is Sim Volders en ik schreef een boek Noord, waar ik erg van hou, is uitgekomen bij Hollands Diep. Het vertelt het verhaal van Sarah, een jonge zilversmid die leeft in Vancouver, in Canada, aan het begin van de jaren 80 en die op een kantelpunt zat in haar leven en om na te denken stapt ze in haar auto, rijdt ze naar het hoge noorden en komt terecht in een afgelegen goudzoekersstadje in het hoge noorden van Canada, waar zij een oudere vrouw ontmoet, Mary, een vrouw die daar al een hele tijd leeft en die daar het enige postkantoor en ook de winkel uitbaat. En gaandeweg leert Sarah dan hoe Mary's leven een voorafspiegeling is geweest van het hare. Het is een boek over wat het betekent om kunstenaar te zijn, hoe je keuzes maakt in je leven, wat het betekent om al dan niet te kiezen voor de kunst. Het is een verhaal over vriendschap, over liefde en over wat het betekent om vrij te zijn. En over het noorden als laatste toevluchtsplaats voor hen die wild zijn van geest. Lees mij.